aanvallen! Laat de nacht voorbij gaan. Ik schouder mijn Mauser. Straks moet ik nog op de fritsen schieten met hun makelij. Ik wil niet op fritsen schieten. En als de koning op bezoek komt, wordt er ook niet geschoten. Zou, als aan de overkant de keizer op theevisite is, zouden onze kanonnen dan ook moeten zwijgen? Van week tot week leest een buitenlege one penny. Dat ze me raselen aan die derangère, jongens, ze zijn slecht gekipijt. Dat kapitaans vergen op schaal atlassen. Ze weten fluist niet of dat al een bateau vuur of achtergoed veert. Zijn mezelf de poepers. Daar, fritsen. Ik wens al het schurft aan alle knenen en twee keer de poetjes dat ze niet kunnen grappen. Langs mijn hersenpan. Hoe kan hij begot missen? Maar dan vergaat zijn blik van woede in een van angst en pijn, want een bajonet rijdt zijn ingewanden uiteen en ze breekt het. Godverdomme. Het zwaard van zijn makker hangt boven mijn hoofd. Ik kan niks doen, ik kan niks zeggen, ik kan niet bewegen, ik kan niks, helemaal niks, niks verrichten. Maar die gast wordt zelf neergeschoten door mijn kameraad wordt zelf geveld door een kogel in zijn keel. We moeten hier weg, we moeten de Duitsers wegjagen, we moeten aanvallen, ze recht naar de hel jagen. Lieve Eduard, ik hoop dat jij het wel stelt. We zijn meegereden tot in Roosendaal. Daar vertrappelden de mensen elkaar bijna en toch riepen een aantal boeren: heb je centen? Nee? Loop dan verder. En hij neemt zijn masker af. Harry, jongen. Maria Ida Durgent, will you marry Henry Edward Curlemans and share with him all the good and the bad days until death you part? Yes, I will. Ik ben zo blij dat jij straks weer thuis zult komen in de Korte van Peltstraat nummer 14. Je zult de gebloemde siertegels onder de dakgoot nog nooit zo schoon hebben gevonden. Bartje. De grote oorlog is voorbij.